Welkom bij Vlogmas! Ik dacht, zet een keer een kerstmuziekje onder, dat is een keer plezant, hè. Nee, bij ons is het alle dagen Vlogmas, hè. Vlogmas, dat is eigenlijk een soort van challenge, kan je het noemen, onder vloggers. Dat ze in plaats van één keer per week, of één keer per maand, of drie keer per week, dat ze elke dag in de maand december vloggen, hè. En dat allemaal in kerstsfeer natuurlijk, hè. Dus heel veel kerstbomen de laatste tijd op jouw YouTube feed. Dat is normaal. Heel veel cadeautjes, heel veel kerstsfeer en zo. Maar ook wij doen daaraan mee natuurlijk, hè. We hebben heel veel decoratie gekregen van Lidl om ons huis kerstgezellig te maken. Alleen, we hebben nog geen tijd gehad. Dat is een beetje liegen eigenlijk dat ik nu aan het doen ben. Maar we hebben nog geen tijd genomen om dat te doen. Want we hebben vandaag, en je gaat het zien, de hele dag hier in deze zetel gelegen. En het is echt redelijk. Je ziet het, dit is niet van een uurtje. Hè? We hebben echt de hele dag in de zetel gelegen. En dat was al. God, dat was echt al super lang geleden. Ik kan de tijd niet zeggen. Ik weet niet of we toen al aan het vloggen waren. Oh, misschien jawel. Jolien was dus ziek. Een jaar geleden. Een jaar geleden was Jolien ziek. En toen hebben we samen een ganse dag in de zetel gelegen. Ah wel, het is van toen geleden dat we dat gedaan hadden. En ik moet zeggen dat dit is deugd. Dat is zo gelijk zo is een. Ja, wij doen dat niet veel. Ik weet niet hoe dat komt, maar wij hebben zo altijd zo'n soort van drang om buiten te komen, om leuke dingen te gaan doen. En normaal was dat ook het plan vandaag, want wij stonden op het punt om te vertrekken en plots begon te regenen. En dat was al niet goed. En het tweede puntje is dat mijn auto nog altijd in de garage zit. Mijn wagen die is kapot gegaan een tijdje terug. Motorproblemen. Nu is er al wat meer bekend. Het is dus een sensor dat is afgebroken. Maar niet alleen die sensor is afgebroken, het stukje van die sensor is in mijn filter gekomen. En die sensor was dus verbonden met die filter. En die filter is kapot gegaan, omdat dat stukje van die sensor in die filter is gekomen. Met andere woorden, heel veel kosten, heel veel stukken die nu kapot zijn. Garage heeft vandaag nog met ons gebeld. Het is nog niet klaar. Hij is nog op één stukje aan het wachten. En als dat er is, dan steekt hij dat onmiddellijk in de auto. En is het een nieuw stuk. Maar het is een kostelijk grapje. Het is echt. Ja, het is niet leuk natuurlijk. Ik ken mensen die voor dat bedrag zeggen van, weet je wat, dan maar even geen auto. Ja, het is ook echt wel een duur grapje. Het zal meer dan 1000 euro zijn. Net geen 2000, hoop ik. De eindafrekening moet nog komen, maar het is toch zeker tussen de 1500 à 2000 euro dat zal zijn. En ik hoop niet meer dan 2000 euro, want. Allee ja. Het is niet dat wij, als wij de kraan opendraaien, dat daar geld uitkomt. Hè. Wij moeten daar heel hard voor werken. En ons koffie- en theehuisje draait ook wel goed. Maar je kan ook wel beseffen dat als je koffie en thee verkoopt, dat dat niet zoveel geld in het laadje brengt als dat je. Ja, weet ik veel wat. Wat moet ik het vergelijken? Maar het is niet dat wij. Allee, dat begrijp je wel. Dus wij moeten heel veel koffie zetten om 2000 euro te halen. Dat lukt gewoon niet. Dus het is wel even een domper natuurlijk. Maar gelukkig, Julien en ik zijn al een tijdje samen. En wij doen ook niet te gek qua uitgaves. Dus we hebben dat geld wel bij elkaar gespaard. Het is zuur, want ja, je zou het kunnen investeren in een leuke reis. Of je zou het kunnen investeren in een huis als we dat ooit zouden willen kopen. Maar ja, goed, dat is dan maar weer even een stapje terug. Het belangrijkste is dat we de rekening uiteindelijk kunnen betalen en dat we daar niet te veel kopzorgen rond hebben. Ja, oké, het is duur, maar allez, we hebben het geld gelukkig. En 3-4 jaar geleden hadden we dat geld niet en dan hadden we de auto gewoon niet meer teruggehaald. Ja, als je niet kan betalen, dan geeft de garage ook je auto niet terug. Maar buiten, ik weet niet of je het kan zien, we hebben zo'n transparant gordijntje zo. Zie je. Wauw, ik ga dat gewoon open doen. Hè.
Zie je? Oh, hele mooie lichtjes, hè. Onze gemeente heeft ervoor gezorgd dat er mooi licht, kerstlichtjes, lampjes hier in onze straat te zien zijn. En we kunnen dat gewoon vanaf ons raam zien, dat is kei mooi. En met de weerspiegeling van de kerstboom is dat precies allemaal lichtjes hier. Ja, wij dragen ons steentje ook bij. We zitten aan een heel drukke straat hier in Lille. Dat is onze gemeente waar we wonen. Wij hebben ook lichtjes aan de buitenkant van ons huis. Dus van die soort van fonkelende sneeuw geven, zoals we ze insteken. We hebben ze nu niet ingestoken. Dat is ook, ja, misschien ook een beetje vreemd natuurlijk. Je steekt het dan in en dan heb je daar zelf geen genot van. Er zijn mensen die voorbij rijden die dan zeggen, oh, dat is mooi. Maar we hebben het wel, vind dat leuk. Ook als onze zaak open is, GOT, dan is het ook fijn om dat aan te steken. Dat mensen als ze een koffietje komen drinken, dan ze zien, oh, dat is mooi. En dan komen ze misschien sneller naar binnen. Ik weet het niet, maar het zou natuurlijk wel goed kunnen. Hè. Ah, madame is haar schoenen aan het aantrekken? Ja. Gaat madame vertrekken? Ja, we gaan vertrekken, hè. Ah, we? Ah, mag nog mee. Ja, mag ook mee, hè. Waar gaan we naartoe? Ja, naar dat is bijna met mijn hoofd tegen die balk gelopen. Zeg, ik heb net nog gezegd, we hebben nog niet veel gedaan, hè. We hadden heel het huis kunnen versieren met kerstversiering. Ja, kunnen we morgen doen. Ja, dus het uitstelgedrag is dat, hè. Straks is kerst al over. Ja, dat is waar. Allee. Ja, let's go. Let's go to... Ik zal ook wel met mijn hoofd tegen. Your mama. Ja. We zijn weer terug thuis, we waren bij de mama van Jean geweest. En ik zit hiernaast iets heel erg leuk. Ja, maar ook eens goed nieuws zijn. Ik heb hier een nieuwe GoPro. Ja, ik heb heel lang het gedaan met deze. Daar zit hij ergens. Mijn oude vertrouwde. De GoPro Hero 4. Die werkt nog altijd prima eigenlijk. Omdat die heel erg goed beschermd is geweest altijd door van die cases. En dat is net het andere aan deze nieuwe. Die heeft dat niet. Dus dat is eigenlijk wel een beetje tricky, vind ik. Maar ik heb nu online op AliExpress een paar beschermende lagen voor gekocht. Dus voor het schermpje achterin en voor het schermpje voorin. En blijkbaar zou het geen beeldverlies zijn. Dus daarmee zit ook deze nieuwe camera goed beschermd. Dat is het enige minpunt wat erover te vinden is online. Verder is het wel zo dat als je met deze filmt en je filmt met deze, dan merk je wel meteen een groot verschil. Dit is natuurlijk ouder. Deze heeft niet zo'n goede stabilisator, dus als je daarmee schudt, hè, zoals in een rollercoaster bijvoorbeeld, heb je heel erg schokkerig beeld. En dat heb je dus niet als je met deze filmt. Als je daarmee zo doet, dan ziet dat er nog altijd uit alsof je gewoon recht aan het filmen bent. Dus dat is een enorm groot pluspunt van deze GoPro 8. Heeft ook van die pootjes achterin, zo. Wacht, hoor, even laten zien. Van die pootjes, zo, zie je? Die kan je eruit klikken en dan kan je die gemakkelijk op een grip zetten. En die heb ik er ook bij. Kijk, dat is deze. Eigenlijk is het een statiefje. En ook nog eens een tripod in één. Want je kan die namelijk zo uiteen doen. En dan kan je die er zo op zetten. Cool, hè? Ja, eigenlijk was de bedoeling dat we die dus vandaag gingen gaan uittesten. In een goede wandeling dat we gingen maken. Maar aangezien het begon te regenen, ja, en nu is het donker, kunnen we het dus niet uittesten. En zal het iets zijn voor morgen. Als het morgen ook niet regent, heb je al gekeken? Gaat het morgen slecht weer? Normaal is het ook niet, maar oorspronkelijk vandaag ook niet. Ja, maar we hebben wel momenteel geen auto, dus wel een wandeling die ik bij huis. Ja, dat wel, dat wel. Mijn mama heeft ons net terug hier afgezet, want ze had haar auto ook dus terug nodig. Dus ja. Ja, dus dat moeten we dan nog maar eens even regelen. Morgen hebben we ook nog wat. Eigenlijk moeten we ook ons kerstversiering echt wel eens gaan doen. Dus ik denk dat er nog veel te doen staat de komende dagen. Ik denk dat het tijd wordt om naar bedje te gaan. Wat denk jij? Ik ben ook echt keimoe. Het ziet er leuk voor vandaag als het duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren. Heel graag tot morgen. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.